Jullie zijn bij een nieuw video. Wacht vandaag weer een video te maken over content van FIFA. Het is 7 uur geweest. En als het goed is, komt een nieuwe SPC. Dat zag ik. Shaqiri en Early Access. Op dit moment. Qua SPC's. Qua doelstellingen. Moet even kijken. Dus maandag 27 september. Hier niks. Mijn palen ook niet. Ja, die kunnen we zo meteen even openen. Twee talen staan gauw space cut. En dan is er niks. Alleen de SPC's. Oké. Okay. Gaan we kijken wat we moeten doen voor die SPC's. We gaan beginnen met Early Access. En dan share dan Shaqiri. Want to watch. Wat ik heel vreemd vind. Want to watch begint vrijdag. Dan ben ik verbaasd dat dit nu al in de game zit. Early Access. Uitdaging is van een pakketje. Voor een klein goud spelersquad. Dat betekent 6 gouden, 1 rare. Wat je hier moet doen is 5 clubs minimaal. Maar dat is makkelijk. 3 uit dezelfde competitie. 4 van hetzelfde land minimaal. Dus 4 van hetzelfde land. 1 rare. 65 balldeling en 60 teamgeest. In principe kun je gewoon allemaal zilvers inzetten. Dus dat zou ik ook doen. Dus allemaal zilvers inzetten. Een tradable. Dan krijg je 6 gouden terug. Maar van 1 rare. Dus dat zou ik doen. Allemaal zilvers. En misschien eventueel 1 of 2 bronzes. Dat is heel moeilijk. Shaqiri. Wat is 5-star, 4-star? Normaal laag. Dat is niet heel goed. En je liever hoog laag. Want dan wil je afvallend. Ik vind dit een tegenvallende kaart. Snelheid is dit jaar niet heel belangrijk nog. Maar 75 snelheid is heel laag. 81 dribbelen, 80 paas, 76 fysiek. Of schietelijk, 67 fysiek. Dit is niet echt een goede kaartje. Nee. Op zich niet. Maar als de prijs het goed is, dan kan het zijn dat het waard is. Oké, okay, een 81 rated met een Olympique Lyon. En een 83 rated uit. En een uiteindelijk een. Ik zal kijken wat een 83 nu waard is. Hij was 1k of 2k waard. Die is niet heel wat gestegen. Nee, ze stijgen nog niet echt. Deze is 1200. Acerbi. Dat is maar 1200. Mount. 1500. Ze stijgen nog niet vanwege deze SPC. Ik denk dat niet iedereen dit gaat doen. Het is een wel mooi want to watch, maar het prijs zal rond de 15k zijn. Plus minus. 15 à 20k. Is dat het waard? Nee. Maar ik moet al één ding bij zeggen. Want to watches zijn dit jaar anders. Niet alleen gaan ze omhoog als ze in vorm zijn. Ze gaan ook omhoog als team. 5 van de 10 wedstrijden die nu komen, winnen. Dus als Lyon de komende 10 wedstrijden daarvan 5 winst, gaat deze kaart ook omhoog. Dat is iets nieuws, want EA wil graag dat het want to watch dus meer waarde is. En dat op zich is wel netjes. Want je hebt verdedigers die nauwelijks een inform krijgen, dan gaat die ook omhoog als het team goed presteert. Dus dat is dat. Ik denk dat het niet waard is. Vrijdagavond. Ga ik hier weer zeggen. Grootste pack opening. Op mijn kanaal. Wees erbij om 7 uur. Kwart 7 ben ik al live. Dus wees erbij om 27 september. Oh nee. 1 oktober, sorry. 1 oktober. 7 uur ben ik live. Met een grootste pack opening. Met 30k points. En 1, 2, 3, 4 à 5, 5 skaapkatten. Dus wees erbij. Dan zeg ik bij deze pakketje nog. Dan sluit ik hem af. Heel kort video. Brasilian links met niks. Maar goed, hierbij sluit ik hem af.
Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Dan zeg ik altijd weer van lachen. Ciao, ciao. Later.